Als die sleepwagen zo meteen na deze trekpoging niet verzet wordt, dan is het natuurlijk ook geen proeftrek. Eerst heel nadrukkelijk in de rest. En zijn wij toe aan de combinatie Horthy Power. Die ik zelf in ieder geval voor de eerste keer in Hoogland zag rijden. Een combinatie met een truc verleden. Die hier in ieder geval op niet te misverstaande wijze gereden wordt. En de motor die hem vasthoudt, die de voorwielen heel trots in een. Misschien hebben ze wel. Ik wou net zeggen, misschien zat hij er nog steeds voor. Dat zou zomaar kunnen. Nou, hier zijn we natuurlijk helemaal aan het einde van de rit op zoek naar de beste vier. Nou ja, zover zijn we nog lang niet. Wij zijn eigenlijk pas met de tweede officiële onderweg van de combinatie van Bramos River, waar het in deze trekpoging Jeroen is die op de Vandalen gaat. Het is dus, om het even uit te leggen, Erik. Dan gaan wij eens even kijken, Arnoud. Nou, zo. Nu komen we. Maar die 93 meter was toch wel een uitdaging. Ja, maar ik denk als die de tweede poging nog in een iets andere verstelling terugkomt dan de politie is. Ja. Bakken to the Max, die eigenlijk als eerste zou rijden, waren hier iets later. Ja, die pakt hem aan. Maar krijgt de volgende, ze zijn weer net niet zo los. Om bij elkaar op te tellen, zeg maar. Weinig per uur, veel uur gemaakt. Juist. Ja. Wat een vreselijk lang verhaal. Deze hadden wij, voor degenen die hier al vanaf het begin van zijn al een keer zien rijden, maar reed toen al met 5 ton push-down. Een combinatie uit Putten. De eerste en het gaat over banden, dat soort zaken meer. Maar misschien komt er straks wel even zo'n moment. We gaan eerst eens even kijken of dat dit dan misschien wel niet alleen de vrijdag van IJssel schijnt, maar ook de vrijdag van Black Fiber gaat worden. Oké. Jongens, kan me nou niet uitdagen, hè? Daar aan de overkant op de weg met al die maaskarren. Maar eerst de Kruif, de laatste in de eerste doorgang. Met deze Scania. Misschien hebben ze nu onderling al weggewisseld, ik weet het niet. Jeroen reed de eerste keer zo doen zoals met Toenberg. Maar het, ja hoor, Janneke nu achter het stuur, die gaat de tweede kwalificatieronde rijden. Doet dat wat meer over de linkerkant van de baan. Doorgaan 90-21.
eigenlijk vrijwel gelijk stond. Je hebt wel eens trucks die in het circuit opnieuw zijn, aankomen. Die dan echt helemaal van onderuit beginnen. Maar deze al gelijk redelijk competitief. Werd weggezet. En waarbij... Ja, als het gaat naar die onderlinge verschillen. Andere koprol. En eens even kijken. Baan 2 heeft de weg gewezen over die 100 meter heen. En als deze truc aan zijn eigen verwachtingen voldoet. Ja hoor, inderdaad wel iets. Die afstand voor de finale, 92-57, nu op naam van Brabants Repair. Maar Bakker to the max, daar hard naartoe onderweg is. Degene die vorig jaar bij de trucks koelen op hier, Dex, en daarmee breed gedragen onder zijn collega-teams. Dat is halverwege de 80 meter. Hier is het Bart van Dalen die groene vlag laat zien. En wij zijn even gaan kijken of dat Niels hier in staat is om die laatste paar broodnodige centimetertjes erbij te sprokkelen. Dikke versnelling, mooie snelheid erin. Nederlands kampioenschap, want wie herinneren zich nog wie er 2 jaar geleden tweede werd? Ja. Hier telt 1 ding. En dat is de titel. 5 voor de koers, ja, de 5. Weet wat hij heeft. En wordt het al, ja, en voorgestaan. De beste 4, waarvan er 1 de leiderslag gestoken heeft. En dan gaan wij eens even kijken naar de Scania van Maurice de Kruijf. Plek 5 is al wat meer voor de kijkers, rechts voor de bestuurder links. Zet een combinatie aan het Barneveld, de Scania. Oftewel Maurice de Kruijf en het hele groepje wat daarbij hoort. De achterzijde staat heel duidelijk een term die weinig aan het ongewisse overlaat. Even wachten, kun je hem even op de bank? Ja, plaats nummer 3,
was uitgeraakt. Gaan we door naar plaats nummer 2. Waarbij, wat is het verschil klein, jongens? Wat is het fanatisme groot? Maar op plaatsje nummer 2 willen we heel graag uitnodigen. De combinatie uit Dodewaard, combinatie Black Fiber. Vandaag geleden door Jan Vermeer. Felicitatie van de voorzitter. De echte officiële kerstmis met de bloemen. En de kerstmis, de combinatiedame die wij voor deze prijsreiking gevraagd hebben. En hier dan de beker overhaal. Er blijft er nog één plaatsje over. Competitie gewonnen vorig jaar Nederlands kampioen. Land ligt hoog. Ze zitten er kort bij en dat zie ik er heel graag. Het liefst op centimeters beslissen. En de strijd is nog lang niet opgegeven. Deze staat koop. Ik zeg er niks van, ik weet er ook niks van officieel. Maar ik denk dat daar wel een idee achter zit. De messen worden geslepen. Maar dit jaar opnieuw op de allerhoogste treden. Combinatie Little Rumble, Magret van de Zandschulp. Als jullie mensen. Prachtige wisseltrofee erbij. En natuurlijk hier keurig netjes ingevuld. Ze kunnen er met z'n tweeën bij. Alles in de goede volgorde. Dan zetten we de dames er even bij. Om het plaatje iets meer inkleuring te geven. Ja, ik ga jij er nog wel bij. Als jij op je knieën gaat zitten, kan je wel de onderkant eraf afknippen. Even op je knieën, Willem. Ja. En bij de trucks, standaard XL compleet 3-2.